vlog takeover. Voor één dag. Voor één dag, ja. Een nieuw familielid. Oh my god, thirsty! Nee, dit is niet normaal. En ja, het is amazing hier. Dat had niemand je gevraagd. Nee. We gaan sporten. Het is maandagochtend. Kort over 8. En ik ben te laat. Ik mag, want ik woon hier. Ik zeg let's go. Dames en heren, koeken en beren. Ik zit helemaal... Ik ben verbrand. Maar goed, welkom bij een nieuwe weekvlog, jongens. Alle aangebrande types. Volg me ook op Insta als je dat nog niet doet. En abonneer gelijk op mijn kanaal, want er komt een hele hoop leuks aan. Niet alleen deze weekvlog natuurlijk. Nog veel meer. Maar dat zien jullie allemaal later. In deze vlog, jongens, komt Parel op bezoek. En hij gaat de vlog een hele dag overnemen. Maar eerst gaan we kijken... naar iets wat een tijdje geleden is gebeurd. Namelijk een nieuw familielid. Zo erg lachen om jou. Jongens, ik ben helemaal schoon, gedoucht. Ik voel me helemaal een topper. Ja, je lijkt wel lekker naar de gift label, weet je. Lekker, hè? Dat is zo lekker, jongens. Maar we hebben zoiets leuks gebeurd. Wat ik eigenlijk nog niet verteld heb. Ook niet op de gram. Of misschien wel, als jullie dit zien. Maar we hebben een nieuwe... auto gekocht! We wilden heel graag zo'n jeepje. Ja, dat was wel echt... een island jeep. Ja, en dat leek ons echt vet. Ze zijn het liefst nog met open, maar eigenlijk is dat niet heel handig als het regent. Dus dicht was ook goed. Maar ze zijn gewoon zo schaars op het eiland. Je kan ze eigenlijk nergens vinden. Nou, ze zijn er wel veel, maar niemand verkoopt hem. Nee, niemand verkoopt hem. Iedereen houdt hem. En als er één te koop staat, is die gelijk weg. Dus Rudy die reed zo van het weekend... over de straat en toen zag hij zo voor sale. Iedereen verkoopt hier zijn auto niet op parkplaats of op autoscout 24, maar gewoon met een bordje langs de weg met een briefje met een telefoonnummer erbij. Ja. Dus je moet een beetje geluk hebben dat je het dan net hebt gezien en dat je dan langs rijdt en dat hij dan nog niet verkocht is. En jij had het gedaan, je had keisnel gehandeld en toen gingen we kijken en toen gingen we rondje rijden en toen was het gewoon een topper. Ja. En ik wil dus eigenlijk heel graag een Suzuki Jimny. Maar dat is een hele dure, dat is gewoon een nieuwe auto. Dus daar moeten we echt voor sparen. We moeten eerst een zwembad kopen en de verbouwing realiseren. Dus dat kan helemaal niet. Maar deze auto is eigenlijk gewoon... een voorlopertje. Ja, deze is gewoon, deze wil ik ook gewoon. En wat het leukste is, wat we hebben bedacht, maar dat moeten we even zien. Als die dadelijk... of we misschien kunnen verhuren bij de B&B. Ja, dat jullie er ook gewoon in kunnen rijden. Maar hij is zo leuk! Jullie gaan het ook zien. Hij is ouder dan ik, die auto. Ja, hij is... oh, ik ben er zo blij. Dus we gaan hem... ja, jij gaat hem ophalen met Do. Do met de banjo, die is hier ook nog steeds. Dus jullie gaan hem ophalen en ik ga naar de wimperjuf, want... er zijn wel wimpers uitgevallen. Dus ik mag met je haar uitval. 3 weken, ja. Dus als ik daar terugkom, dan hebben jullie hem. Oké, dag. Doei, liefie. Heel veel plezier, hè. Ik vind het jammer dat ik niet mee kan, maar ja. Dag. Dames en heren, welkom bij de nieuwe Rudy's recepten. En deze week hebben we echt een superleuk recept. Als in, ik denk voor jullie, lekker koud daar in Nederland. Wat is er dan lekkerder dan een lekker warm soepje? We gaan een heerlijke soep maken. Mm-hmm. En heel makkelijk, dus je kan het zo even maken. Wat is het in voor een, soep? In een handomdraai. Oh ja, paprika soep. En dan doen wij de paprika's doen we roosteren op de Big Green Egg. Maar het kan ook op de gewone barbecue. Maar zeg je, ik heb geen zin om dat ding aan te steken. Ik kan het ook gewoon in een grillpannetje. Maar dat doet wel veel aan de smaak. Dat het ja, dan krijg je is. Die barbecue smaak en dat gegrilde smaak. Ja. Dat is lekker. Maar gewoon een simpel soepje. Oké, okay, wat heb je nodig? 3 paprika's. Voor ongeveer 4 tot 6 persoontjes. Ja, zoiets. Uitje. Uitje, grote ui. Kokerom. Tijm voor de olie, maar ook tijm voor... garnering? Nee, een beetje door de soep. Een beetje door de druk doorheen. Maar er zijn stukjes in de soep. Stukjes? Nee schat, die doet het toch pureren en 7. Dat gaan we allemaal meemaken. Olie voor in de pan. Ja nee, olie ook voor de... voor de hamoulie te bakken. Halloumi te bakken. En voor het tijmolietje. Oh ja, oké, okay, oh ja.
Knoflook, 2 teentjes. En een heel klein beetje kippenbouillon. Of groentebouillon. Of wat je wil. Welke bouillon je ook dit in huis is, hebt. Dit is vegan kippenbouillon deze. Oh. Die is wel goeie. Maar je moet alleen smaakt die lekker? Die is wel lekker. Maar je moet alleen meer zout erbij doen. Oh ja, is niet zo zout. Hij is niet zo zout, maar het is kippensmaakbouillonpoeder. Hmm. En hier zit ook niet helemaal zo'n troep in. Eén nummertje 6, zit heel veel in bouillon. Het beste is biologische bouillon toch, te kopen? Ja, dat is deze. Kijk, bio. Ja. Bio, bouillon. En halloumi. Halloumi, wat te koop bij de Appie wel. Appie sowieso en andere supermarkten. Oké, okay, nou laten we beginnen. Stap 1. Snijd de paprikaatjes. Paprika. Snijd de paprika grof, dus het hoeft niet klein gesneden te worden. Gewoon een beetje zo, houtje, touwtje. Zo kan ik het ook nog wel. Moet ik erin? Zo'n beetje zo snijden. Ja, zonder het witte. Wassen een beetje. Doe je dat altijd zo netjes? Soms is het een beetje viezigheid. Ja, dat is waar. En zit ook al wel troep opgespoten misschien natuurlijk. Oké, de volgende. Dus doen we ze hier op. Voor de barbecue, want wij gaan ze natuurlijk op de barbecue ja. gooien. Ja, dus we doen ze hier op het plateautje. Nou, andere mensen gooien het gewoon in de grillpan nu. Of in de grillpan, allemaal als je heel klein beetje olie erop. Beetje. Beetje lekker. Ga naar beneden. Ja, naar de barbecue. Terwijl de barbecue lekker doorpruttelt. Ja, maak ondertussen de beetje olie van tijm. Nou, heel makkelijk. Zo doen. Doe 1, 2, 3. 3 takjes tijm. Bosjes. Kleine portie. Mm. Lekker, hè? Ja. Oh, lekker. Oké, okay, heel makkelijk. Moeten we al die frutseltjes eraf halen? De blaadjes. Ja. Oh, moet je het moe? Gewoon trekken, denk ik. Niet? Ja, trek even zo. Dit bedoel jij gewoon? Ja, maar kijk, wacht. De blaadjes zien het heel makkelijk. Oké. Okay. Als je zo dat stokje hebt, zo. Stokje? De meeste mensen denk ik wel. Hij hier boven vast. En dan stripje hem zo. De rits zit zo eraf. Ritsje erop. En dan moet hierin. Ja, maar ik kan nu even hier ook. Oké. Kun je eigenlijk van iedere kruiden een kruidenolietje maken? Zoals wij dat nu doen, op deze manier? Ja, op zich wel. Dus het maakt niet uit welke kruid jij lekker vindt. Basilicum doen we. Basilicum, ja. Kan. Basilicumolie krijg je dan. Ja. Daar maken we vaak eigenlijk kruidenolie van. Ja? Hm. Groene kruiden. Gooi je de geplukte tijm in een maatbekertje. 100 ml olie erbij. Een heel klein snufje zout. Een snufje zout. Nee, nog iets meer. 2 snufjes zout. Doe maar 3 dan. 3 snufjes zout. Een klein beetje peper. En nu met de staafmixer. Oké. Okay. Jij doen? Ja. Oké. Okay. Wil je het weer proeven? Ja. Ruikt wel lekker, denk je? Oh, dit ruikt echt top, ja jongens. Dit lipje. Wat nou? Ik vind het niet zo heel leuk om zo te eten, maar dadelijk op die soep een klein beetje bij. Is het toch weer de finishing touch? Heel lekker is het. Nooit over nagedacht dat je zelf een kruidenolie kan maken. Wat een toppen. Nou, die kun je lekker laten staan. Oké, dan snijden we alvast de halloumi. Als je het nog nooit op hebt, moet je dit echt een keer proberen. Het is gewoon zo lekker dat je die kaas kan roosteren. En als je echt hele goede hebt, dan is die ook wel juicy. Gooi de paprika, ui, knoflook, een beetje bouillonpoeder en een tuintakje in de pan. Samen met 1,5 liter water. Laat het 20 minuutjes koken. Oké, we hebben de soep dus nog even laten inkoken. De soep is helemaal ingekookt. Dan gaan we de halloumi. Dan alleen nog maar het halloumietje bakken. Heel klein beetje olie op de halloumi. Oh. Die met minder, heel klein drupje maar, dat het niet blijft pakken. Snap je? Anders gaat het bakken in het pannetje.
Oké, halen we de tijm even eruit. Dat is niet zo lekker om mee te malen. Een heel klein beetje programmering, een paar druppeltjes. Zometeen. Oké. Okay. Dan hebben we hier de olie, die is klaar. Dan doen we nu de soep zeven door een zeefje. Oké, okay, even met een lepel kun je het een beetje doorheen roeren. Wow, je proeft echt die barbecue grillsmaak. Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we nu opdienen. Opdienen, dus we hebben een bordje. Dit is niet normaal. Soep. Dit lijkt gewoon een... soep? Sterrensoep. Proeven. Oh mijn god. Je wil die halloumi ook eten? Die halloumi, ja. Lekker? Niet normaal dit, jongens. Oh mijn god. Wat een topper. Mmm. Maar heel makkelijk maken. Maar zo lekker. Nou jongens, ik zou zeggen, het recept staat nog even uitgeschreven in de beschrijving. Maak je dit recept zelf thuis? Laat het ons weten. Tag Rudy Culinaire, tag Co with the Flow. Nou, en dan kunnen we jullie creaties ook zien. Het hoeft niet per se de barbecue. Je kan het ook gewoon allemaal in een grillpan doen of in een gewone pan. Ja. Maar als je de barbecue doet, krijg je echt die barbecue smaak. Maar grill krijg je ook de grillsmaak. Ja, met die grillsmaak. Dit is echt. Mmm. En met die tijm, mijn geuten. Nee. Winner. Ik zeg, tot volgende week. Ja. Zit er weer op. Dit is toch een verschil weer? Niet normaal, zo blij mee. Ik kan het echt iedereen aanraden. Je moet het wel bijhouden, maar dit is toch fantastisch dat je gewoon zo opstaat. Ik ben helemaal fan. Wat een topper. Oké, nu gaan we heel snel naar huis, want dan is de auto er als het goed is. Tenzij ze boodschappen aan het doen zijn nu, want Ruud heeft wel een diner morgen. Maar ik hoop het niet. Let's go, gierende banden. Oh my god! Jongens! Are you happy? Oh my god! Waar is die? Nee, dit is niet normaal. Boodschappenautootje. Oh, dit is toch een topper! Mag ik een rondje rijden? Ja, ja, mag. Ik ga even de boodschapjes uitladen. Jongens, dit is toch... Liefie, hoe was het? Hoe ging de tocht? Goed hoor, ik had niet zoveel benzine meer in. Precies waar de benzinepomp was, de tank leeg. Niet? Ja, denk ik wel. Hoe was dat leeg? Ging die toen zo? Ja, hij viel uit gewoon. Heb je hem nu kapot gemaakt? Nee. Het was de tank leeg. Wow, dit is zo vet jongens. Het is zo leuk dat het zo houtje touwtje is. Moet je kijken. Ouderwets. En die radio, doet hij het eigenlijk? Ja, nog niet. De radio zelf doet het wel. Kijk, ik kan wel stroom, maar er gebeurt niet zoveel nog. Hij is kapot. Nou, misschien een draadje los of zo, weet je. Nou, dit laat zien hoe het werkt. Oké. Wat is dit voor sticker? Dit moet eraf hoor. Tufco Dino Rust Trust Proofed. Dat moet eraf. Ja, stomme sticker. Dit is jouw sleuteltjes. Oké. Dit is. Hij is nu open. Ja? Ja. Dan moet je dit altijd dicht doen. Oké, okay. Old school, ja. Dit kun je dan zo doen. Ja. En dan nog omhoog. Meer daar aan het feit wil. Oh ja. Over. Hier ga ik wel voor een soort platen in maken, denk ik. Mooie platen in plaats van dit. Super leuk. Sammy. De Sammy, ja.
Echt leuk, ik ben zo blij mee. Ik heb helemaal zin om hem te wassen. Hij is vies hoor. De tank? Ja, ook met een sleuteltje. Maar je hebt net getankt. 20 liter? Oh, zo schattig. Hoe lang kan ik daarmee? 60 kilometer. Oh, echt? Als die 1 op 8 rijdt. Oké, jongens, Do en ik die gaan even een ritje maken. We gaan naar de autowinkel en terug. Dat is in de buurt. Dat is in de buurt, hè? Wat gaan we kopen? Een reflectortje. Oh ja, een reflectortje en een stuurslot. Een stuurslotje. En een lampje, 3 dingen. Gaat ie dan? Gaat ie dan? Kom in de auto. Woehoe! Het is gewoon echt zo leuk auto rijden. Dat je echt wel moet werken. Je voelt echt dat je rijdt. Je voelt dat je rijdt, ja precies. Oh! Oh wacht, sorry. Lekker schakelen. Ik kan schakelen, ja. Dat moet ik echt even aan wennen. Ja, daar gaan we weer. Daar gaat hij weer. Daar gaan we weer, helaas. Hij was echt gewoon weer hier op visite. Ja, moet ik jullie weer een maand missen? Nee. Maand op, maand af. Oh, Rudy gaat met mijn autootje. Helemaal die auto gepikt hoor, ik zie het al. Daar gaat hij. Ik nooit meer met de andere auto hoor. Nooit meer met de andere auto. Nee? Toch? Nee. Dames en heren, het is tijd voor het uitje van de week. En dit keer ben ik met Jorn, mijn eilandbewoner. Want jij woont sinds 30 november ja, ook op het eiland. Ja, sinds 30 november woon ik hier op het eiland. En ja, het is amazing hier. Dat had niemand je gevraagd. Nee. Maar Bjorn is een bekend gezicht voor jullie of mensen die mij op Instagram volgen. Volg me ook op Insta als je dat nog niet doet. Maar Bjorn die komt regelmatig voor, want die helpt mij tegenwoordig met content schieten, editen, noem van alles en nog wat. Maar goed, we doen ook wel eens leuke dingen samen en de privésfeer gaan we ook met elkaar om. Vandaar ons uitje samen, want Bjorn kwam met iets heel goeds, namelijk een vintage store. Toen dacht ik, wat? Dat heb ik echt nog nooit. Op het eiland? Nee, echt, dat wist ik echt niet. Je hebt ook gewoon niet zo heel veel hiervan op het eiland. Je hebt eigenlijk gewoon volgens mij geen, toch? Ja, wel nog eentje, nog toch? Nog eentje? Frank Spullen, geloof ik. Oh ja, Frank Spullen. Ja, dat is echt een tweedehands winkel. Maar dit is meer echt vintage. Parels. Ja, dit is parels en vintage. En laten we dus gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. We zijn er. Heel benieuwd. Het pakhuis heet het, jongens. Ruud! Oh, dit vindt hij geweldig. Dit ook. Kijk nou hoe leuk, jongens. Deze bordjes. Ik krijg meteen helemaal zin om ook voor de B&B allemaal dingen te kopen. Oh, deze zijn ook cute. Oh, porselein. Ja, en deze ook. Kijk, voor moederdag. Voor mat. Your special. Kaas voor moeder. Oh, wat leuk. Ik heb geen eierdoppen. 1, 2, 3, 4, 5 stuks. Leuk dit. Echt super chill. Ook als je hier net komt. Dit, die zijn ook leuk. Die, deze. Ja, wat is dat? Denk voor boter of niet? Is dat niet voor boter? Van hout. Nou, dit is leuk voor theezakjes. Oh ja. Dus we gaan jullie eerst wel even dus een beetje laten zien. En dan gaan we even kijken wat er van komt. Dit is leuk, hé. Dit is gewoon een echt bedje. Een babybed. Moet ik die niet kopen voor in de B&B? Voor alle baby's die gaan komen. Wel leuk, hij is wel cute. Dit is toch leuk. Dit doe je dan hierin, of niet? Zou dit voor een andere zijn, of niet? Nee, ik denk wel dat het voor deze is. Okay, dit is wel echt helemaal leuk. Hoe werkt dit dan? Hier... Maar hoe zet je die erin? Rudy en Co krijgen een baby. Kijk, dit komt hier ergens in. Oh. Ja. Zo. Ja, dit is leuk. Zo. Ik denk even aan de baby's, ja, die komen logeren. Zo. Ja. Zo niet, denk ik. Ik denk dat dit bij anders hoort, denk ik. Helemaal fantasie. Maar zoiets kan dus vet mooi zijn, denk ik. Ik ben benieuwd wat de boezem hiervan vindt, jongens. Een dekenkist, of niet? Maar ik vind deze kleur dus echt heel
Jij vindt het lelijk. Nee, ik vind het ja. Mooi, dat oude huis. Ik zou het dus weer verven in wit of nee, zo. Nee, jij bent echt nog op een andere leeftijd. Goh, als je boven de 30 bent, dan vind je dit soort hout zo mooi. Ja, hij is wel mooi. Dit is toch top. Maar dit is wel misschien iets voor de B&B, bijvoorbeeld om je koffer. Weet je wel? Ja, op te zetten. Koekoe. Hier kan je slippers in doen. Dit is ook leuk om in de B&B te leggen. Gewoon voor dat je zelf een iets kan, een olijfje, een dingetje, een prutje en een tapenadetje. Dat je dat gewoon even lekker kan halen. Die moeten we wel kopen. We gaan zo even inladen hoor. Jouw keuken is toch al best wel vol? Nee, ja, dat lijkt door al de troep van Ruud. Oeh, deze is ook leuk hè. Dit is toch leuk ja, die vind ik leuker dan denk ik. Of leuker dan die andere. Dit is toch enig. Welke is leuker? Ik vind ze allebei wel leuk. Die past heel erg bij onze keuken. Ja. Die kleurtjes. Deze wagen. Hoe geweldig. Nee, deze vind ik zo vet. Jij niet? Ja, ik vind het wel vet. Dit is echt fantastisch, joh. Dit past helemaal wel bij ons thuis in de woonkamer. Ja, echt niet normaal. Echt heel lastig, want er komen soms zulke mooie dingen binnen. En dat wil je ze zelf mooie hebben. Oh, nou ja. Dat snap ik helemaal. Ja. Heb je zo'n gaatje in je camera? Ja, wel in mijn camera, ja. Ja, die is universeel. Dan mag je die van mij hebben. Echt? Ja. Wat lief. Nou. Nah. Dit is echt leuk. Zo is dat. Oh. Nee, maar het ligt hier al 100 jaar. En niemand kan dit gebruiken natuurlijk. Als in, moet maar niemand treffen die. Maar dan kan je die gewoon, nou, gewoon een heel nieuw statief, joh. Dankjewel. Dat is heel lief. Hij is toch nooit gebruikt? Beschrijf het mooiste bij alsjeblieft. Heel leuk. Ik heb het ook nog nooit gezien, joh. Ik ook niet. Nou, we moeten nog even door, want ik heb al een paar leuke dingen gezien, hoor. Zullen we het verzamelen? Ja. Ja, is goed. Superleuk. Zo geslaagd. Die bordjes en die Peruaanse vases. Waar kwamen dus blijkbaar uit Peru. Nou, te gek jongens. Ik vind dit helemaal leuk. En ze hebben dus iedere week, vertelde Edith, nieuwe spulletjes om uit te pakken. Ze hebben echt vet veel containers vol met allemaal spullen. Ze zei, ik hou het niet eens bij, zoveel spullen zijn er nog. Dus er komt iedere week wel weer wat nieuws. Dus eigenlijk kan je iedere week gewoon hier gaan shoppen. Ja, dus dan halen ze weer spullen uit de container. En die dan wisselen ze weer, of dan is er weer wat verkocht. Dus, superleuk. Dus als Ras hier is, dan ga ik zeker ook voor de B&B eens checken. Ik denk, wat vonden we van dit uitje? Hoeveel? Ja, wel een 8 hoor. Ik denk wel 8 uitjes. Ja. Jongens, we zijn heerlijk aan het eten. En we hebben gasten. Namelijk Kai en Moïse, die zijn hier vet gezellig. De eerste keer, gewoon weer first timers, zeg maar. Van die mensen die dan hier voor het eerst zijn. Niet Curaçao, want daar komen ze al heel lang. Maar wel natuurlijk bij ons thuis. Dat heb jij gemaakt, koffer? Ja, mooi hè? Het zijn de mango taartjes. Oh, mango taartjes. Dat kan jij niet. Nee, dit is vals. Dit hebben jullie meegebracht. Vertel en even. Een hele grote eierdooier. Wat zit er allemaal in dan? Ja, rijst. Ja, daar lijkt het op. Ja, een grote eierdooier. Ik heb gevulde eieren uit Nederland. Een beetje. Kai, wat eten we? Mochis. Mochis. Ik had nooit verwacht dat ze dat hier op Curaçao ook zouden hebben, maar ze hebben het. Niks is minder waar. Het is het is niet op een bedje. Dat maakt dit juist zo bijzonder. Het is gewoon puur hoe je het ziet, zo ga je het uiteindelijk ook ervaren. Les er zit een rijstblaadje omheen. Speciaal ingevlogen vanuit Japan. Volgens mij vannacht nog. Dus super vers. Wauw. Met daarin dan weer verse mango. En dat hebben ze zo samen geperst en gedaan. Dus het is super compact. Mango's uit Suriname waren. Uiteindelijk zitten er per mochi zitten er 4 mango's in. Het is echt ontzettend. Goed. Bizar, super healthy. Dat dan weer bevroren. Nou echt, als een engeltje op je tong. Het is ongekend. En dat dan in een pakketje. En dat dan in voor een pakketje. De vriezer. In een blaadje verwikkeld. Uit de vriezer. Nou, van de vreugde heel. Tas toe. Sorry, dit is niet de mochi ervaring. Oh, die moet hoe je hem hoort te hebben. Moet die koud? Is het te lang gewacht? Beetje wel. Ja. En het is te dik, denk ik. Het is allemaal dunner, want normaal. Dit is hem weer niet. Ah, dit is zonde. Als je dit hem aanraakt, dan is hij al, dan splasht hij bijna. Dit is gewoon echt oprecht. Je kan het er niet eens mee vergelijken. Nee? Het hulsje, zeg maar. Of die wat? Andere was qua structuur beter. Nee, dit is het niet. Waar staat mochi voor dan? Is dat een iets?
Kan ik je ook vertellen? Oh. Nee, sorry, geen idee. Nee. Oh, ik vind het heel ongemakkelijk. Ja, dat kan jij. Het is hetzelfde als wat ik altijd doe. Zo, goedemorgen allemaal, hè. Vandaag gaan wij sporten. We nemen Koos mee naar een hardcore gym. En gaan we even de borst trainen en de armpies. Oh, dit licht. Heb je al verteld dat het helemaal de parelvlog is? De vlog takeover. Voor één dag. Voor één dag, ja. Voor één dag, ja. Niet je hele vakantie. Nee, heel fijn. Maar ik ben wel benieuwd naar wat er gaat gebeuren daar. In de sportschool. Ja, ik doe gewoon wat jij doet dan, toch? Ja, dat denk ik wel. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Van dan morgen vroeg naar spierpijn. Zo. En voor als hier opeens sneeuw gaat vallen, ligt hier alle winterjassen hier. Ook heel fijn dat de winterjassen gewoon nog buiten liggen. Want ja, met 30 graden moet je toch af en toe een winterjas aan. Dus goed dat die even in handbereik ligt. En dan steeds wachten op Kove als ze komt. Ik moet dan weer echt allemaal dingen pakken. Zegt ze, kom eraan. Oh, kijk, daar is ze. 3 uur later. Ja. Goedenavond. Heerlijke sport. Ik zit hier de nieuwe vlogster. Oh. En nu gaan we lekker ontbijten, lunchen, alles in één. Ik ben echt heel slecht. Nee, je doet het wel. Je vergeet het alleen de hele tijd. Ja, maar goed. Koos zo'n gewoontedier. Elke keer als dan hier komt, bestelt ze hetzelfde. Heerlijk. En McDonald's bestel je ook hetzelfde. En trouwens, jij bestelt niet op hetzelfde als van de week. Ja, maar dit is pas mijn tweede keer hier. Dat is waar. Ja. Wat zeg maar. Ja, er is wat herrie in de keuken. Het gaat niet helemaal goed hier. Kom, wat ben je aan het doen? Hij doet het toch niet. Doe dat meer uit. Ja, Lucy, hij doet het toch nog geen tanden uit. Nee, ik denk dat Mark niet aan het blijven. Ik vond het nog geen tanden water. Ja, het is echt een beetje. Wow. Oh, teamwork, hè? Wel goed voor. Oh, maar ik heb die van de Albert Heijn altijd. Let's go. 3, 2, 1. Hoe gaat het? Ja, goed. Dit is het. Sorry hoor. Ik ben klaar mee, jongens. Hoe krijg ik hier nou een juice voor 3 personen uit? Dit ding moet weg gewoon. Ja. Nee, je moet even, dit is een sapsel die je moet een slow juice erbij. Kan ik het hier in de blender gooien en dan zweven? Ja. Beter. Ja. Nou, ik ga weer even de zon in. Hoezo ben jij aan het vloggen eigenlijk? Ja, met Co. Met pensioen al. Is het niet op format? Ja. Ach ja. Ja, dat was maar weer. Jezus jongens. En ik loop hier echt in een zwijnenstal. Kijk dan. Overal ligt troep. Kijk, die beelden krijg je nooit te zien als jullie kijken. Troep. Oh, maar dit vind ik heel erg. Want dit is echt normaal nooit het geval. Jij bent echt slecht. In en in slecht. Zie je er ook zitten met een fles wijn. Ik drink hier gewoon water uit de soda stream. Maar goed. Ik kom hier vaker. Nee hoor. Dat is altijd hier die de peri hier. Kijk dan dat uitzicht. Dat ga ik missen. Wat? Jij doet alsof je al weggaat. Nee, maar ik ga toch afsluiten. Ja, maar misschien zien we je wel nog in de volgende leven. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik zelf ook niet. Nee. Dat loopt allemaal lekker op. Dat weet ik allemaal niet. Nou, hè? Mensen. Dit was mijn eerste en misschien mijn laatste takeover. Nou, hoe heb je het zelf ervaren? Heftig. Ja? Dat is heftig, ja. Dat ding mee zeulen. Zo, ja. Dat is wel pittig, hè? En dan al die mensen gaan kijken, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Doe niet zo interessant. Lekker narcistisch. Ja, heerlijk narcistisch. Ook het schermpje omhoog geklapt. Maar goed.
We gaan hem afsluiten. Ik ben echt zo van die hele lange berichten, maar we gaan het gewoon kort doen, jongens. Houdoe en tot ziens. Wat is tot ziens in het... Tot ziens. Tillero betekent tot later. Oké, nou ik zeg gewoon houdoe. Tot volgende week. En zullen we gaan opruimen? Ja, we gaan opruimen. Oké, doei.